Enjoying everyday life, omdat God in mijn zwakheid sterk is. In jouw zwakheid is God sterk. Leer vandaag om God in alle omstandigheden te vertrouwen, want Hij kan alles ten goede veranderen. Ga je op dit moment door iets moeilijks heen? Heb je pijn of ben je teleurgesteld over een situatie die niet eerlijk lijkt? Misschien bevind je je in je leven op een punt dat dood lijkt te lopen en ben je door je opties heen en heb je geen hoop meer op verandering. Ik heb zo vaak in zulke situaties gezeten en dat geldt vast ook voor jou. Ik ben dankbaar dat God me in de loop van de jaren heeft geleerd dat hoeveel pijn of moeilijkheden we ook ervaren, er geen situatie bestaat die te moeilijk voor hem is om op te lossen. In Genesis, de hoofdstukken 37 tot 45 lezen we het verhaal van Jozef. Zijn verhaal is een krachtig voorbeeld van hoe alle dingen mogelijk zijn bij God, zelfs in omstandigheden die onmogelijk lijken. In de Bijbel staat dat Jozef van de twaalf zonen van Jacob het lievelingetje was. Zijn broers waren daarom erg jaloers op hem. Op een dag vertelde Jozef dat hij een droom had gehad waarin al zijn broers voor hem neerbogen. Dat droeg uiteraard niet bij aan een betere verstandhouding. Jozefs broers spraken met elkaar over hoe ze van hem af konden komen. In eerste instantie wilden ze hem in een put gooien en hem daar laten sterven. Later besloten ze hem te verkopen aan slavendrijvers, nakomelingen van Ismaël. Vervolgens bedachten ze een list om hun vader ervan te overtuigen dat Jozef was omgekomen. Het verhaal krijgt een wonderlijke wending. Jozef wordt na allerlei gebeurtenissen de tweede man in het koninkrijk van Egypte. Alleen de farao staat boven hem. God gebruikt Jozef om vele mensen het leven te redden tijdens een hongersnood die zeven jaar duurde. Uiteindelijk wordt hij met zijn familie herenigd en is alles vergeven. We zien dat Jozef na alle moeilijkheden die hij had moeten verduren van harte bereid was om te vergeven. In Genesis 50, vers 20 zegt hij, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. In Handelingen 7, vers 9 staat: En de aartsvaders die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem. Maar God, dat zijn twee van mijn favoriete woorden in de Bijbel. In feite betekenen die woorden niets anders dan wat iedereen ook doet: Als God voor me is, wie kan dan tegen mij zijn? De waarheid is dat we vrede, hoop en vreugde kunnen hebben, ook al zitten we midden in de meest pijnlijke en moeilijke omstandigheden. Want we kunnen meer geloof hechten aan Zijn woord dan aan wat we denken of voelen, of hoe onze omstandigheden er ook uitzien. Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om door schijnbaar onmogelijke omstandigheden te gaan. Hoe het voelt dat je zo diep bent gekwetst dat je denkt dat je er nooit overheen zult komen. In de eerste 23 jaar van mijn leven maakte ik zoveel pijnlijke situaties mee dat ik bitter en weerspannig werd en telkens anderen de schuld gaf van mijn ellende. Als kind ben ik seksueel misbruikt door mijn vader. Mijn moeder kwam er uiteindelijk achter, maar ze was te bang om mijn vader ermee te confronteren. Dus ging het misbruik nog jaren door. Toen ik 18 was, trouwde ik met de eerste, de beste man die langskwam, omdat ik ervan overtuigd was dat niemand me nog wilde hebben. Dit huwelijk zorgde alleen maar voor nog meer pijn. Het eindigde in een scheiding, toen ik erachter kwam dat hij overspel pleegde met andere vrouwen en zich bezighield met allerlei criminele activiteiten. Ik wil dat je weet dat ik begrijp hoe het is om slecht behandeld te worden en om onrecht te verduren, waardoor je je afvraagt of er ooit iets goeds uit voort kan komen. Op zulke momenten is het makkelijk om toe te geven aan ontmoediging en je hoop op verandering of een doorbraak te verliezen. Maar dat is precies het moment waarop het beste wat je kunt doen is te zeggen: God, ik ga op U vertrouwen, want niets is te moeilijk voor U. U kunt alles nemen wat verkeerd is en het ten goede keren. Een van de meest verbazende dingen in je relatie met God is dat als Je Hem lief hebt en Hem vertrouwt dat God jouw situatie neemt, hoe pijnlijk of oneerlijk die ook is, en het op de een of andere manier ten goede keert voor jou. Als je God blijft liefhebben en vertrouwen, zal Hij je waar je ook doorheen gaat op een plek brengen waarvan je mond van verwondering open zal vallen. Je hoeft niet te weten hoe Hij daarvoor gaat zorgen. Zolang je maar weet dat Hij bij je is. Er is niets dat jou kan verwoesten, zolang je je hoop op God vestigt en gelooft dat er goede dingen voor je klaar liggen. Waar het op neerkomt is dat God wil dat je dwars door alles heen op Hem vertrouwt, zelfs als we moeilijke dingen meemaken of wanneer het leven niet gaat zoals we hadden gehoopt. Door op God te vertrouwen kunnen we genieten van ons leven. Zelfs als niet alles gaat zoals we het zouden willen. Ik wil je graag een paar bijbelteksten meegeven die je zullen helpen door de moeilijke momenten heen te komen met een maar God houding. Jezus zegt in Johannes 16 vers 33: In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. In Matthäus 19, vers 26 verklaart Jezus dat hoewel veel dingen onmogelijk zijn bij ons, bij God alle dingen mogelijk zijn. Romeinen 8, vers 28 verzekert ons, wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8, vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. Ik vind het prachtig dat al deze waarheden in het leven van Jozef gedemonstreerd worden. God gebruikte de vrede omstandigheden en het onrecht dat hem overkwam, om Jozef op een plek te zetten waar hij hem kon gebruiken om een heel volk te helpen toen daarvoor het moment was gekomen. Wat er vandaag ook in jouw leven speelt, wat je ook hebt meegemaakt en oneerlijk lijkt, ik wil dat je weet dat je niet onzichtbaar bent voor God. Hij is bij je. Hij weet precies hoeveel je aan kan en hij zal je op de plek brengen waar hij je wil hebben, waar je zijn doel en zijn plan voor jouw leven kunt vervullen. Onthoud dat hoe onmogelijk een situatie ook mag lijken en hoeveel pijn en moeite je ook doorstaat, er is iets goeds met je kan gebeuren als je gewoon gelooft, maar God. Ten slotte, waarom begin je niet meteen met je nieuwe, maar God houding? Geef Hem je situatie in gebed en dank Hem dat alles mogelijk is en dat Hij ook jouw situatie kan veranderen. Dave en Joyce. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube kanaal.